allemaal, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Dit is de allereerste favoriete video van 2017, van de maand januari. En ik heb ook gewoon besloten om door te gaan met het maken van favoriete video's. Omdat ik het zelf ook altijd wel heel erg leuk vind om eigenlijk een beetje de balans op te maken aan het einde van de maand. Van oké, wat vond ik nou inderdaad echt heel fijn en welke producten vond ik niet fijn? De producten die ik niet fijn vind, die zie je dan weer terug in de velvideo's. Dus dat ga ik gewoon voortzetten, ook in 2017. En ja, dit is dus de favoriete video van januari. Als je benieuwd bent naar mijn favoriete producten van die maand, kijk dan zeker eventjes gezellig mee. Ik wilde beginnen met een aantal verzorgingsproducten van het merk Ziaya. Dit is een merk dat wordt verkocht via hun eigen website. En hun hebben hele fijne producten die ook zo getest zijn dat ze ook natuurlijk zijn. En eigenlijk ook vrijwel geschikt zijn voor ieder huidtype. Ik heb hier de Cacao Butter Handcreme. Dit is een handcreme met cacaobotergeur. En hij ruikt echt zo lekker. Het is zo jammer dat we nog geen geuren kunnen laten ruiken, maar echt, ik vind hem echt heerlijk. Dit is een tube van 80 milliliter en je handen worden er heel erg lekker zacht van. En ook die cacaobotergeur, die blijft gewoon heel lichtjes hangen ook als je de handcreme heb opgesmeerd. En ja, dat is wel iets waar je van moet houden. Naast deze geur hebben ze ook heel veel andere geuren. En de prijzen zijn ook heel betaalbaar van deze producten. Dus zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen op hun site. Maar ik vond deze handcreme gewoon echt super lekker. Uit diezelfde lijn heb ik deze cacao butter body butter. En dit is een body butter met cacao botergeur en ik zal je heel lichtjes laten zien. Het is ook een bruine substantie, hij is lichtbruin. De geur is ook weer echt super lekker. En het uitsmeren vond ik ook echt heel fijn gaan. En mijn huid werd er gewoon heerlijk door gevoed. Er zitten ook omega 3, omega 6 en vitamine E in. Dus het is ook nog super goed voor je huid. En ik vond hem echt heel erg fijn. Ook hier blijft de cacao botergeur best wel lichtjes hangen. En is dat denk ik wel iets waar je van moet houden. Ik vind het persoonlijk echt super lekker. En op dit moment begint er iemand hier ergens in dit appartementencomplex iets te doen waarvan ik echt niet weet wat het is. Maar oké. Deze cacaoboter die vond ik gewoon inderdaad gewoon heel erg fijn. Body butter. Ik hou sowieso heel erg van body butter. Vooral in de winter ook. Omdat het toch wat meer voeding geeft dan een gewone body lotion vaak. En net wat ik al zei. Hij smeert heel fijn uit. En je hebt niet het gevoel alsof je echt een hele dikke laag op je huid hebt zitten. Nou kun je daar zelf natuurlijk ook altijd een beetje in switchen. Van wil je een iets dikkere laag of een iets dunnere laag. Maar hij trekt ook heel snel in de huid in. En dat vind ik echt super fijn. Het laatste product van Ziaya wat ik heb is deze Rosé Butter Micellair Water. Deze is voor de droge en de gevoelige huid. Staat eigenlijk op dat er de leeftijd van 30 plus is. Nou ja, ik denk dat je elke leeftijd prima kunt gebruiken. De geur van de Rosé Butter die komt er niet echt in terug. Maar het is echt wel een hele fijne micellair water. Je make-up wordt echt komt echt heel goed, haalt je make-up eraf en ook na het gebruik echt geen last van prikken of andere onzuiverheden die je wel kunt ervaren vaak met micellair water. Omdat je huid er bijvoorbeeld best wel allergisch op kan reageren. Dat had ik met deze echt totaal niet. Hij is heerlijk zacht en reinigt echt de huid prima. Ik had ook echt een super schoon gevoel nadat ik mijn make-up hiermee eraf had gehaald. Ik dacht echt van, ik voel me echt lekker make-up vrij. En dat vond ik heel erg fijn aan deze micellair water. Dus dit vond ik ook echt een aanrader.
Dan heb ik twee lippenstiften van Essence. En dit zijn de Mat 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 lippenstiften. Ik heb hier nummer 2 met de naam Perfect Match gekregen. Deze ziet er zo uit. Qua kleur best wel een mooie kleur vond ik dit ook. En ik heb nummer 3. En deze heet Wow Effect. Deze ziet er dus zo uit qua kleur. Echt hele mooie lippenstiften. Ik hou zelf heel erg van matte lipproducten. En ze hadden deze al wel in glanzende varianten. En nu hebben ze dus matte varianten. En deze vind ik super fijn, want de dekking is echt ook heel erg goed. Het blijft heel mooi op je lippen zitten. Ik heb ook absoluut niet het idee dat mijn lippen hier heel erg droog van worden. Wat vaak wel een dingetje is bij matte lipproducten. Dat je soms best wel de ervaring kan hebben dat je hele droge lippen ervan krijgt. Dat had ik bij deze lippenstiften absoluut niet. En ik vind het echt, ik vind het echt aanraders, die matte lipproducten. Ik vind het ook wel leuk dat de huls dan mat is. Ik weet niet of je dat nu heel goed kunt zien. Maar in tegenstelling tot de variant met glimmen, de glimmende variant, die had ook een glimmende huls. En deze heeft dan echt ook een matte huls. En qua uiterlijk oogt het misschien iets goedkoper dan dat je misschien gewend bent. Maar het gaat natuurlijk om het product wat erin zit. En dit is gewoon echt hele fijne low budget matte lipstift. Dan heb ik deze mono oogschaduw van de HEMA. Dit is nummer 41. Nou ja, dat zijn we inmiddels gewend, hè. De HEMA die werkt altijd nog met nummers. Dit is een roze kleur. Er zit een heel klein applicatortje bij. Ik heb er nu mijn hand op gelegd, want anders gaat die vallen. En ik dacht roze, het is een keer wat anders. Ik had deze ook al wel een tijdje liggen, moet ik zeggen. En echt, ik was heel erg verbaasd van het pigment wat deze oogschaduw had. Want het was echt super fel. Toen ik hier een look mee maakte ook. Ik had gewoon echt een fel roze kleur. En dat had ik echt totaal niet verwacht. Misschien niet een kleur die je dagelijks gebruikt. Maar zeker in combinatie met bepaalde kleding of misschien een bepaald feest vind ik dit echt een hele geschikte kleur. Ze hebben uiteraard ook nog vele andere kleuren in hun assortiment. En ja, ik was gewoon heel verbijsterd over het pigment. De verpakking is gewoon puur HEMA. Eigenlijk wat je gewend bent, gewoon basic mat zwart, het HEMA logo. En maar de kwaliteit van deze oogschaduw is echt super goed. Dan heb ik een lippenstift van Catrice. Dit is de Ultimate Color. Ik heb nummer 44 Hux en Hibiscusses. Dit is een kleur die helaas uit de collectie is gegaan. Maar ik vond hem echt super mooi. Het is een rode kleur. Je moet ervan houden, denk ik. Heel goed het pigment. Ook weer super goed. Fijn om aan te brengen. Gewoon hele fijne lippenstiften zijn. Ze hebben uiteraard gewoon nog heel veel andere kleuren die verkrijgbaar zijn van Ultimate Color Collectie. Maar deze is er dan helaas uit. Maar ik vond dit echt een hele fijne lippenstift. En ook super betaalbaar. Ook vind ik dat hij nog best wel luxe eruit ziet met de zwarte huls. Dus ja, voor mij was dit echt een heel fijn product. Dan heb ik een nail-lakker van OPI. Dit is de kleur 50 Years of Style. Dit lakje kocht ik een hele tijd geleden bij Big Bazaar. En ik heb dat al wel vaker verteld. Big Bazaar doet dat, maar de Action doet dat ook. Die hebben dan zo'n bak staan en daar zitten dan wat luxere make-up producten in. En die zijn dan voor een heel laag prijsje te koop. Vaak zijn het oudere collecties ook al. Dus deze nagellak komt zelf volgens mij uit 2014 wat ik zag. En die verkopen ze dan gewoon een stuk goedkoper. Ik heb al wel vaker gezegd, je moet vaak even kijken of de kwaliteit goed is en hoe het eruit ziet. Maar deze kleur vond ik echt zo mooi. En de dekking was ook super goed. Ik had het niet verwacht. Ik vind het met gouden nagellak is het altijd een beetje lastig om het soms heel goed dekkend te krijgen. Maar dat had ik met deze echt totaal niet. Dekte met twee laagjes echt perfect.
ja, ik vond het gewoon een hele mooie kleur. Ik heb hem zelf gedragen tijdens de feestdagen. En ik was hier gewoon echt heel erg dol op. Ik had ook nog nooit eigenlijk nagellak geprobeerd van OPI. Dit was mijn allereerste lakje. En ik moet zeggen, ik ben super tevreden. Ik ben er super blij mee. En echt een prachtige kleur. Van Catrice heb ik het Glam & Smoky Eyeshadow Palette. Deze heeft de naam 010 Neve Grey Up gekregen. Dit palette is vorig jaar augustus in de schap gekomen, dus augustus 2016. Helaas heeft hij nu ook weer plaats moeten maken voor nieuwe palettes. Maar toch ondanks wilde ik hem nog eventjes noemen, omdat ik hem dus afgelopen maand heb gereviewd. Ik was voor het eerst weer heel tevreden met dit palette, want de paletten die eerder werden uitgebracht, vond ik niet altijd even goed qua pigment. En dit pigment was gewoon weer echt net zo goed als de oudere paletten, zeg maar. De ooglooks die werden hier heel mooi door mooie zichtbare kleuren ook goed te blenden. Dus ik was hier heel erg tevreden over. En ik ben blij dat deze dan toch nog wel bevalt. Ik vind het best wel jammer dat deze palettes nu uit het assortiment zijn gegaan. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd naar de nieuwe palettes. Wat die qua pigment weer zullen bieden. En misschien zijn die nog wel weer mooier als deze palettes. Maar dit was absoluut nog een toppertje uit die collectie. Dan heb ik een Labello. En dit is de Neon editie. En hier was nog best wel wat reuring over. Want heel veel mensen dachten dat de Labello zelf dus neonkleur afgaf. Dat was dus niet zo. Het is alleen de verpakking die neonkleur heeft. Dus die zal oplichten onder blacklight. Nou, ik kom nooit bij blacklight in de buurt. Dus ik weet absoluut niet of dat het werkt. Maar ik vond de verpakking wel heel erg leuk. En ik ben dol op Labello. Het is dus gewoon de originele Labello die erin zit. Gewoon de normale, maar deze is gewoon eigenlijk in een veel feestelijkere verpakking als de normale zijverpakking die je ziet. En je hebt deze in verschillende kleuren. En ja, Labello is gewoon super fijn. En wat kan ik hier meer over vertellen? Volgens mij heb ik nou al een paar keer gezegd dat ik hem heel erg fijn vind en dat Labello gewoon goed verzorgend is. Maar ik vond vooral de huls heel erg leuk, die dus oplicht in blacklight, omdat deze neon is. Ik heb de roze variant, zoals je kunt zien. Je hebt nog vele andere kleuren, dus maar ik vond roze toch de mooiste die er was. Dan heb ik een nagellakje uit de Winterglow Limited Editie van Essence. Dit is het nagellak kleurtje. Deze heet 04 Let It Glow. Dit is een nagellak met een luminous glow. Echt heel mooi vond ik deze. Je moet hier wel een witte basislaag onder aanbrengen, want anders is die niet duidelijk. Maar na het aanbrengen van die witte basislaag kwam de kleur echt mooi tot zijn recht. En ook het glimmende, dat gaf een heel erg mooi effect. Hier was ik dan wel heel erg blij mee. Ik vond hem gewoon heel erg mooi. Een keer een heel ander soort kleurtje als wat ik normaal draag. Dus hier was ik heel blij mee. En dan heb ik ook nog uit de Winterglow editie deze blush. En die heeft bovenop een spiegeltje, wat wel leuk is. En dit is 01 Sunrise, maar dit is een cushion powder blush. En dat houdt dus in dat dit een blush is met een kussentje. Je hebt hier het kussentje en dan heb je hier ook in de dop zit zeg maar de blush. En omdat je dit in elkaar draait zit de blush gelijk al op de spons. En dan kun je hem gewoon aanbrengen op je gezicht, maar dan lijkt hij echt heel erg fel. Je moet hem wel echt goed uitblenden en dan is de kleur echt prachtig. Dan is hij ook wat subtieler en dat kun je natuurlijk naar je eigen smaak doen. Ik bedoel, misschien hou je wel van een wat heftigere blush of wil je hem wat subtieler. Maar het uitblenden, dat is wel echt een dingetje wat je moet doen en anders dan heb je echt zo'n afdruk van die spons op je gezicht. Het blenden is wel echt een ding wat erbij moet. Maar na het blenden was ik hier super tevreden over. Omdat ik hem wel vrij subtiel had gekregen. Wat ik zelf dus heel erg mooi vond. Dan heb ik van W7 het Be It oogschaduwpaletten. En dit is een Natural Nudes Eyeshadow Eye Color Palette, moet ik zeggen. Met deze kleurtjes.
Ik blijf W7 echt een fantastisch merk vinden. Ik ben dol op dit soort grote palettes. Ik zal hem even openmaken. Dit is trouwens weer echt zo'n palette die zoals de eerste palettes gemaakt zijn. Ik vind wel dat bubbeltjes effect op de voorkant heel erg leuk. Moet ik zeggen. Even kijken hoor. Nou ja, de applicator zit er uiteraard bij, die we altijd erbij kregen. En dan zijn dit de kleuren. Je hebt charme kleuren, je hebt ook een paar matte kleuren ertussen. Het is best wel gevarieerd paletten. Echt, ja, ook weer super goed het pigment wat dit palet afgeeft. De kleuren zijn gewoon weer super mooi. Ik was weer heel erg blij met de kleurencombinaties van dit paletten. Ik denk wel dat ze een beetje in een natural tinten blijven, maar toch vind ik dit al een stukje gewaagder dan de vorige palettes. En ook omdat het pigment gewoon wederom weer super goed is, was ik hier heel blij mee. Overigens is dit volgens mij geen dupe, want dat was met de andere palettes wel zo. Zo zijn ze begonnen met dupes maken, maar volgens mij is dit geen dupe. Wat eigenlijk een raar woord, maar deze dus niet, maar echt een heel mooi palette. Dan heb ik deze handcrème en deze is van de HEMA. Deze komt uit de Blijmakerhoek. En voor mensen die het nog niet kennen, die Blijmakers, dat is zo'n hoek waar je echt van die hele leuke dingetjes kunt vinden. Die echt super goedkoop zijn. Deze handcrème die kost bijvoorbeeld 2 euro. En het is gewoon echt een leuk hoekje waar je gewoon even leuk kunt snuffelen. En waar je ook gewoon hele leuke cadeautjes voor een lage prijs kunt vinden. Dus zeker de moeite waard om daar gewoon eens tussen te kijken. Ik heb deze handcrème. Volgens mij heeft hij inmiddels al wel een andere verpakking gekregen. Maar omdat het uiterlijk van de verpakkingen best wel variërend is bij de HEMA. Kan het inderdaad zo zijn dat hij er heel anders uitziet. Maar ik vond het een hele fijne crème. Voelt goed, ruikt super lekker. En het is ook niet echt zo'n hele grote tube. Er zit 65 ml in. Dus je zou hem ook prima mee kunnen nemen onderweg. Mocht je daar behoefte aan hebben. Op de verpakking staat Great Smoothing Hand Cream. For happy hands, the whole day. To use at home or to bring. Dus de verpakking van deze is misschien niet heel bijzonder, maar ik vind hem wel leuk eruit zien. En ik ben dol op handcreme. En wat ik ook heel fijn vond. Ik moet dan altijd even ruiken. Ik vind dat zo lekker. De opening is vrij klein, dus er komt niet gelijk een heel overvloed aan handcreme uit. Dus je kunt dan altijd eventjes, altijd wat erbij doen. Ik vind het altijd fijn als er niet zo'n heel groot openingetje zit, want je kunt het natuurlijk niet terug doen, maar je kunt het er wel nog iets bij doen. En dat vind ik veel fijner. En voor 2 euro is deze handcreme echt een hele fijne. Het laatste product wat ik heb is van iHeart Makeup. En dat is het No Photos Please oogschaduwpalette. Is dat een beetje zichtbaar zo? Die heeft ook weer zo'n 3D effect. Nou, je krijgt er ook zo'n gratis primer bij, zo'n kleintje. Heel schattig. En ik ga het palet even openmaken. Als het lukt. Ja. Kleine applicator zit erbij. Een blaadje met de namen erop, wat ik altijd wel handig vind. Een spiegeltje. En dit zijn de kleuren die het palet heeft. Hoe ga ik dit een beetje doen? Zo. De kleuren zijn echt super mooi, super gepigmenteerd. Zoals je ziet zijn het allemaal shimmer kleuren, dus er zitten geen matte kleuren in. Ik denk dat je daar wel van moet houden. Het zijn ook best wel gewaagde kleuren. Maar ondanks dat kun je er wel hele leuke ooglooks mee creëren. Het is altijd een beetje spelen met de kleuren. Je kunt natuurlijk ook toepassingen maken met andere palettes erbij. Maar ik vond pigment sowieso al zo super goed dat ik er heel erg blij van werd. En daar hou ik sowieso van het merk iHeart Makeup. Maar dit palet vond ik ook weer echt een toppertje uit die collectie. En was ik ook weer heel erg blij mee. En dat is zeker echt een favoriet van mij geworden. Dus die mocht zeker niet ontbreken in deze video. Dan waren dit alweer mijn favoriete producten van januari. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik
vond het leuk dat er wat gevarieerde producten bij zaten. Wel veel oogschaduw producten. Maar daarentegen had ik ook een keer wat verzorgingsproducten. Wat ik niet heel vaak heb. Mocht je geïnteresseerd zijn in de geschreven artikelen ervan. De reviews over de producten. Kun je altijd even een kijkje nemen op mijn blog. De link die staat hieronder. In de omschrijving. Dus daar kun je altijd even een kijkje nemen. Mocht je op de hoogte willen blijven van mijn nieuwste video's, abonneer je dan even op mijn kanaal. En vond je deze video leuk, doe een duimpje omhoog. En ik wil je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik je heel erg snel weer. Doeg!